Dus niemand mag daar doorheen. Kom aan, Femke! Jas, ben je trots op Femke? Nee, ik heb nog helemaal niet uitgeknikt. Ja, hectisch. Welkom bij onze vlog. Wij zijn Roos en Jasper. En wij gaan naar Parijs. Daar eigenlijk gaan wij bij de Tour de France kijken bij Rianne en Femke. We gaan een weekje aanmoedigen. 8 dagen eigenlijk. Vandaag is zaterdag en morgen zondag rijden die meidenwedstrijd. Dus wij gaan jullie meenemen in het leven van een supporter crew. Blijf 800 meter toe. En nu gaan wij dus onderweg in 1945 naar Parijs. Welkom in Paris. Hoe is jouw ritje, Jos? Het ging goed. Ik heb goede benen. Ja? Heb je extra langer gedaan? Ja, ik deed 85 kilometer. 32,5 gemiddeld. Zo! 2,1 seconde gepakt. De kom. Hoeveel wat? Ja, deze was 2 minuten, ik denk iets van 600 of zo. Ik denk dat we daarheen moeten. We zijn op stap naar. Weten we ook niet waar we heen gaan. We gaan langs het Louvre. Met een zakte keur volgens mij. Nou, let's go. Ga jij maar voor. Let's go. Let's go! Giffy car. Oh, cool. Oh ja, we moeten natuurlijk wachten op dat het groen is. Want zo zijn wij. Toch, Jas? We houden van de regels, weet je. Hier willen wij hier zitten morgen. Oh, hier is de finish. Ik weet zeker dat Jasper wil proberen in te breken om morgen hier te komen. De kans dat ik val is ongeveer 99%. Dit is dus rood, Jasper. Dit is rood. Hij doet maar wat hoor, jongens. Ik ben echt bang dat ik dood ga. Oh, nog een auto. Vandaag is zondag en vandaag gaan we de Tour de France kijken. En we gaan eerst even ontbijten. We zijn aan het zoeken naar een plekje zoals je ziet. Daar is je ontbijtje. Ik heb even me klaargemaakt om weg te gaan, want we hebben het ontbeten. Jasper is nu wielrennen. En ik ga nu de stad in eigenlijk. Ik wilde net daar lopen om naar Femke en Rianne toe te gaan. Maar de security hield me tegen, omdat dus niemand mag daar doorheen. En ja, dat was best wel lastig, omdat best wel veel mensen daar natuurlijk doorheen willen. Dus er staan de hele tijd daar mensen. De security moet de hele tijd mensen tegenhouden, omdat ze er niet door mogen laten. Ze zijn gewoon de hele dag een soort van ruzie aan het maken met mensen die er door willen en die boos worden. Omdat ze er niet door mogen. Ik ga denk ik gewoon naar de start om daar te kijken. La formation Formation venue des États-Unis. Mais le classement de la meilleure jeune est accompagné par évidemment du classement des moins de 23 ans. Et puis évidemment la loi. Prestigieuse, cette avenue à nul autre pareil, l'avenue des Champs-Élysées qui accueille du cyclisme et du cyclisme international tout au long de cette journée. 65 km avant l'arrivée et le premier avantage pour Laura Setio.
Le Tour de France, Lombard Exwift, le premier sprint intermédiaire parrainé par Škoda, avec un sprint qui opposait notamment Marianne Vos à l'une de ses adversaires. On va vous donner évidemment le résultat dans quelques instants de ce sprint Škoda qui était situé donc à 47 km de l'arrivée. Elle ne fait pas bon traîner à l'arrière du peloton au moment où nous parlons, parce qu'il y a évidemment des concurrentes qui ont quelques instants. Saluer Femke Marcus, meilleure grimpeuse du Tour de France Femmes avec Zwift à l'issue de la première étape. Merci. La concurrente de l'équipe Parkhotel Valkenburg. Wow. Accompagnée de l'hôtel hôtesse des centres. Bien. Tu es trots op Femke? Ja, zeker. Very proud of you. Het is de perfecte uitgevoerd. Jasper heeft al lang had hij bedacht dat Femke dit moest doen. En ze heeft het perfect uitgevoerd als wat de manager's plan was. Tot in detail. Zelfs het juichen nadat ze de sprint won heeft ze nog gedaan. Ja, dus we zijn zeer tevreden over onze talentjes. Onze talentjes. Want Rianne, die heeft ook goed de werk gedaan. Die heeft... Die deed lead-out. Die heeft denk ik wel 5 treinen opgevangen. Die ernaast kwamen tot 3 kilometer voor de finish. Alles op kop. Ja, die heeft echt 4 rondes op kop gereden, Rianne. En er wilde op het laatste ronde telkens met ploegen langs. En ze kwamen gewoon niet over Rianne heen. Die heeft alleen maar op kop van het hele peloton gereden. En de laatste 3 kilometer mocht ze uitsturen. En Marianne werd tweede, dus dat is ook heel knap. En die won de eerste sprint voor de groene truipunten. Dus wij zijn heel trots op Femi en Riri. Wat vond ik nou altijd een goed bij? Ja. Jawel. Kilometer, le tour de l'Essai-Classe à quelques instants musicaux. Des équipes avec des conseils départementaux des Hauts-de-Seine, le maillot blanc des opticiens Chris, le maillot à poids des centres Leclerc, le maillot vert parrainé par Škoda Auto et le maillot jaune NCL pour une première partie de tableau. So taking a look at what lies ahead, ladies and gentlemen, we'll be first welcoming the official. Récompensé par Continental, Jasper Philipsen de l'équipe Alpecin de Kuning. Homme de ce Tour de France 2022, troisième, Geraint Thomas, Grande-Bretagne. Second, Tadej Pogacar, Slovénie. Et premier, Jonas Vingegaard, Danemark. Well, there you have it, the official podium for the 2022 Tour de France. Zijn we weer. Goedemorgen. Wij hebben onze tassen gepakt. En wij gaan nu van het hotel in Parijs naar de tweede etappe kijken. En Jasper gaat hem fietsen. Ik heb net Jasper gedumpt. Onderweg bij afgezet halverwege de etappe. Die gaat met Thijs samen dus de tweede helft van de etappe fietsen. Thijs zegt dat het, die denkt dat het waaiers worden vandaag, dus ik ben heel benieuwd. En Femke krijgt natuurlijk een bolletjes trui. En
we hopen natuurlijk dat die de bolletjes daar kan behouden. Ik ga onderweg naar de finish om daar te kijken. Dus dat is wel echt heel leuk. Bij de finish moet ze één rondje doen. Dus dan zie je ze twee keer langskomen. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat het natuurlijk alleen nog maar harder gaat waaien. En zoals je aan die bomen ziet, waait het echt al wel hard. Dus het wordt wel denk ik een leuke etappe om te kijken. Ik mocht met de auto niet het stadje in. Dus ik ga nu wandelen erheen. En kijken of ik erin kom vooral. Kom op, kom op! We're happy! Oh. Wat is het? Ik heb je kekke petje gescoord. Cet après-midi, après la victoire d'étape, le maillot. Et elle conserve son maillot blanc à poids rouge de meilleure grimpeuse. Elle est néerlandaise, c'est Femke Markus de l'équipe Arkoten Valkenburg. Avec vos applaudissements ici. Yeah, it's... We have team strategies up.